Wow, Gerhard en Annamaria, julle het dit gemaak. Die eerste dag is verby 117 km en julle lyk so great. Dis seker al die oefening wat wat julle ingesit het voor die tyd. Is dit wat julle verwag het? Oké, okay, die eerste dag hier van 117 kilo's is klaar. Bene is maar een beetje lammerig, een beetje modderig, een beetje stommerig. Maar ik denk toch die oefening het gehad. En ja, ons voelt goed. Maar ik denk dat we gaan vinnig reg wees vir morgen, om morgenochtend weer te kan begin. So, ek denk is goed so. Gerhard, jy het vanoggend begin daar by Grand Beef. Ek hoop hulle dan vir julle lekker braaivleisie gegooi daar. Dis mos dan net suid van Heidelberg. En toe julle daar langs die Vaaldam afgekom tot by Frankfurt. Hoe was die route? Was dit erg vir julle? En daar gee Karan nie vir ons braaivleis met begin nie. Ons moes eier en gewone bietjies eet vir ontbyt. Ja, so niks daar gekry het, maar daar een bietjie rolling heels en een bietjie modder en een bietjie ja, een paar ontberingkies, een paar omvallen van Annamaria in die modder. Dus ek het heel vaal die oud voor my geval. En een paar van die waterpunte was baie lekker. Was glad nie teleergestel nie en lekker worsies, lekker mieliekoekies gekry en die rolling heels was lekker. So die route was eintlik nogal gemakkelijk, het een paar jaar trap. So niks rusttyd nie, maar verder was die route baie goed.